De heer Baudet. Ja, ik wil graag een stemverklaring afleggen over de stemmingen die nu aan de orde zijn, dus die onder punt 4. Wilt u dat ik die nu doe of op een ander moment? Ik ben toch geschorst, dus ik heb alle tijd. Ja, dat mag u nu doen. U bent geschorst, maar u mag deelnemen aan de stemmingen en een stemverklaring hoort daarbij. U heeft 1 minuut. Ik wil eigenlijk bij elke motie een stemming. Ja, voorzitter. Vandaag bleek wat het probleem is voor de democratie op het moment dat je dus Kamerleden gaat schorsen. Nee. Dit gaat want er waren diverse debatten waarin het de stikstofthematiek aan de orde kwam. En daar gaan we nu over stemmen. En wij hebben dus niet kunnen uitleggen wat onze positie is in deze thematiek. Wij zijn namelijk de enige partij in deze Kamer, dat bleek ook in het debat vandaag, die van mening is dat er geen stikstofprobleem bestaat. Überhaupt niet. Er is überhaupt geen stikstofprobleem in onze ogen. Er is niet noodzaak om een ander soort beleid te voeren. Er is niet een reden om ander soort oplossingen aan te leggen. Want er is überhaupt helemaal geen probleem, is onze opvatting. Die mening hebben wij niet kunnen uiten vandaag in de Tweede Kamer tijdens de debatten. Ja. En daarom zouden kiezers misschien nu niet kunnen weten, die op ons gestemd hebben een paar weken geleden trouwens, niet kunnen begrijpen waarom wij dingen gaan stemmen zoals we zo meteen gaan stemmen. Maar dat weten we nu. En uw minuut is voorbij. Nou ja. Ja, dank u wel. Het is allemaal duidelijk. U heeft uw stemverklaring afgelegd. Met goed gevolg.